Breda Nu. Je weet het meteen. Matwee Middelkoop is een tennisser uit Breda. Vanwege zijn prestaties in 2016 is hij genomineerd voor Sportman van het jaar. Ja, je bent dubbelspeler, geloof ik. Hè? Ja. Waarom heb je daarvoor gekozen? Nou ja, het was zoals volgt. Tot mijn 30ste, 31ste was ik aan met mijn single bezig. Ik heb dubbel nooit echt serieus genomen. Het was meer zo voor erbij. En ik besloot gewoon eigenlijk... Single kwam ik gewoon niet tot die top 200, heel even aangeraakt, maar niet echt naar die top 100 waar ik eigenlijk zou willen zijn. Waar het echt de grote punten te verdienen vallen, de grote centen, de roem. En dat was er gewoon niet, dat zat er gewoon niet in. Ik kon wel het niveau aan, maar ik kon niet over de hele jaar kon ik dat volhouden. Dus toen besloot ik gewoon de dubbel te gaan. En vanaf de dubbel ging het eigenlijk goed. Ik heb gelijk eigenlijk met een ranking van 350 begonnen. Ik was binnen een half jaar top 100. En binnen een jaar stond ik top 50 van de wereld. Dus, Speel je de dubbelwedstrijden altijd met dezelfde partner? Nou ja, 95% wel, ja. Wij zijn samen begonnen in Marokko, 2015 januari. Vanaf dat moment zijn we eigenlijk niet los van elkaar geweest. Op een paar momenten na. Een paar keer dat hij een moment eruit nam om aan zijn blessure te werken. Een paar keer dat ik opgeroepen werd voor Davis Cup. Dan moest ik met Timo spelen, maar vooralsnog ben ik gewoon met Wesley een vaste koppel en dat gaat fantastisch. Zeker al in het begin van het jaar dat we Sydney gewonnen hebben, een heel groot voorbereidingstoernooi op Australian Open. Ja, dat was echt een droomstart natuurlijk. Ik bedoel, dat is een momentum die je gewoon mee kan nemen voor de komende paar maanden. En daarmee ook gelijk een wildcard voor ABN AMRO gekregen heb van Krajicek, dus hopelijk kunnen we dat doorzetten. Maar hoe gaat dat tussen toernooien door dan? Ik bedoel, zie je familie of vrienden vaak? Niet zoveel als ik zou willen. Heel simpel, ik zie mijn maten niet vaak, dat is jammer. Maar goed, ze begrijpen mijn situatie. Ze hebben er ook heel veel respect voor. Als ik dan kom is dat altijd wel weer leuk om te zien. Familie, mijn vader woont in Breda, die is weer terug. En die is leuk, die komt dan op de koffie af en toe. En mijn moeder die is geregeld weg ook. Dus ik zie ze niet heel vaak. Dat is wel lastig, ik ben ook enigszins kind. Dus je moet heel veel zelf doen. En dat is ook het leven waar je in zit. Als je wil tennissen en je wilt op het hoogste niveau acteren, dan moet je gewoon eenzaam kunnen zijn. Maar het is niet dat jij je ouders of je vrienden ooit een keer meeneemt naar een wedstrijd of zo? Jawel, zeker wel. Ik neem mijn vader heel af en toe mee. Hij gaat over 2 weken gaat hij mee naar Marseille voor een mooi toernooi. Ik had mijn moeder een jaartje of anderhalf geleden als cadeau naar Australië meegebracht in Nieuw-Zeeland voor een mooie trip. Dus dat soort verrassingen, die hou ik er wel in, want dat is gewoon leuk. Mijn ouders hebben mij keihard gesupport in alles wat ik doe. Het minste wat ik terug kan doen is eigenlijk hun meenemen en mijn wereld laten zien eigenlijk. Mijn wereld openen in plaats van dat ze het op televisie kunnen zien of op de iPad. Wat is het mooiste wat je meegemaakt hebt? Boah, dat is een hele algemene vraag. Het mooiste wat ik meegemaakt heb is eigenlijk de keuze dat ik naar de dubbel ben gegaan. Dat vind ik eigenlijk wel een van de beste keuzes en daarmee de grote titels die ik gewonnen heb met West samen. We hebben nou 3 grote titels gewonnen, Sofia, Kitzbühel en Sydney. Ongelooflijke mooie titels. Ik bedoel, dat zijn 3 ATP-titels, dan behoor je gewoon tot de beste van de wereld. Dat alleen al is voor mij één groot moment waar ik denk van wauw, dat ik heel trots ben. Plus dat we nummer 1 van de wereld hebben verslagen, de koppel. Dus ja, dat was een mooie beloning. En persoonlijk nog, individueel gezien, vind ik de overwinning tegen Federer. Dat ik met Timo de Bakker tijdens de Davis Cup duel 5 sets van hem gewonnen heb in de Volksstadion in Genève met 12.000 man. Dat was echt was een ontlading. Komende vrijdag is Sportgala in Breda. Je bent natuurlijk een van de genomineerden. Ja. Ja, wat was jouw reactie toen je hoorde dat je genomineerd was? De eerste reactie was, zal ik hem nu wel winnen? Dat was echt de eerste reactie. Nou, hopelijk nu wel. Maar goed, als ik zie wat voor namen erbij staan, dat zijn gewoon hele goede jongens. En alle credits naar hun. Ik ben blij dat ik tussen dat soort mensen bij mag staan. Breda Nu. Je weet het meteen.